En de starters gevallen van de Prix, Harat de Boutemont aan de binnenkant van de baan. Inderdaad, een snelle start van Jaap Fixen met zijn Corles Dutrieux. Hij neemt de leiding op dit moment voor Davy Magiek. En ook aan de buitenkant is goed begonnen de medefavoriet Haring Okina. Davy Magiek mag de leiding overnemen en wordt gelijk een attack weer geplaatst door Haring Okina. En Robin Bot neemt door de Z-Turfbocht daar het heft in handen. Haring Okina is de leider voor Davy Magiek. Daarachter zien we Corles Dutrieux. Bas Krebas die heeft het eerste paard in het tweede spoor, dat is Hegua Duboulet. En aan zijn binnenkant zien we Hermes Planchet. Het is Haring Okina die straks de eerste tussentijd gaat neerzetten van 1.99. Het is laag vliegen in de eerste 500 meter. En Haring Okina gaat op dit moment het tempo wat rustiger maken. Hij heeft makkelijk de leiding voor Davy Magiek, voor Corles Dutrieux en Hermes de Planchet in vierde stelling. Eerste paard in het tweede spoor is Hegua Duboulet. Hij is de ideale gangmaker voor stalgenoot Indian Horse. Met erachter op dit moment Declique Dugade. En het is Haring Okina met een lengtevoorsprong ten opzichte van Davy Magiek. Buitenkant nog steeds voor Hegua Duboulet. Iedereen lijkt zich gerust te stellen in het tempo. Dat wordt neergezet door Haring Okina met Robin Bot. Die gaat straks de tweede tussentijd neerzetten hier op Victoria Park van 1.18.2. Gaat de eerste kilometer in 1.14.0. Haring Okina, het paard dat zoveel goede koers heeft gelopen afgelopen winter op Cagnes-sur-Mer, gebruikt deze koers om een mooie rentrée te maken. En hij heeft op het moment nog altijd de leiding voor Davy Magiek. Buitenkant is er voor Hegua Duboulet. Ook kort nog steeds erbij is het Indian Horse. Kleine moeilijkheden aan de binnenkant op dit moment van Corles Dutrieux. Die wordt voorbij gegaan door Declique Dugade. Het paard dat dit jaar nog niet wist te winnen. Maar de gele kanarie die zelden teleurstelt. En hij gaat op dit moment naar het derde spoor. Declique Dugade en Rick Wester gaan in de aanval. En achter hem aan zien we ook onder andere Estiel Dostal. Maar het zijn vijf paarden die zich op dit moment los lijken te maken met een tussentijd van 1.16.0. En de trek-up is eraf bij Haring Okina en Robin Bot versneld. Met een galopade aan de buitenkant van Declique Dugade. En het is Haring Okina nog steeds de leider voor Hegua Duboulet. Binnenkant is er voor Davy Magiek. Die is op dit moment op zoek naar ruimte. Buitenkant is het voor Indian Horse. En naar plek 5 zien we op dit moment gaan. Duchion met Henk Grift voorbij aan Estiel Dostal. En Robin Bakker lijkt zich klaar te maken voor een eindsprint met Indian Horse. Maar is die Haring Okina nog achterhalen? Haring Okina heeft nog licht voordeel, maar moet zijn tanden goed op elkaar zetten. Want aan de buitenkant komen de Krebas paarden. Aan de buitenkant komen Hegua Duboulet. En nog sterker gaat aan de buitenkant Indian Horse. Indian Horse met de laatste tussentijd van 1.11.8. Daar is hij, de 3. Indian Horse wint met Robin Bakker voor de 5. Hegua Duboulet met daarachter Davy Magiek. 3, 5, 4. En voor de mini-multi nummer 6, Haring Okina. En de winnaars van koers 4, de Prix Haras de Boutemont, zijn officieel. De Golden Challenge is gewonnen door Robin Bakker en Indian Horse. Robin, jouw record voor de Spangenhoeven? Ja, ik ben niet ongelukkig voor die jongens. Ismael Dupré of Indian Horse, het maakt jou niet uit. Nee, precies. Er zat veel tempo in de koers. Ja, het was natuurlijk 2100 meter en er werd wel gereden. En hij is natuurlijk in die Golden, staat hij in die klasse. Dus ja, dat is voor hem ook een stapje omhoog. Maar de laatste keer liep hij eigenlijk ook al goed tegen deze paarden. Toen zei ik tegen Bas, als ik misschien even blijf zitten de laatste bocht, dan had ik 2 of 3 kunnen worden. Ik weet het voor mij de laatste keer 3. Was je 3? Ja, dan had ik 2 kunnen worden in ieder geval. Maar ik zei dat is achteraf. Maar de beestje liep niet zo slecht en ze hadden hem toen iets lichter gemaakt. En vandaag was hij ook goed en het koersverloop paste perfect en hij maakt sterk af. Is je onderweg wat flegmatieken? Ja, hij is onderweg is een beetje, nou ja, onderweg is hij gewoon een beetje flegmatiek, kun je wel noemen, ja. Maar hij trok de bocht uit die klepjes en toen ging hij eigenlijk vanzelf. Hartstikke goed, Robin. Gefeliciteerd. Ja, dank je. We gaan de foto's maken met Indian Horse en Robin Bakker. En natuurlijk de eigenaar club De Spangenhoeven. Trainer is Bas Krebas en Robin Bakker verzorgt het betere stuurwerk. Tweede, de 5, Hegua Duboulet. Een mooie 1-2 voor de stal. En derde, de 4, Davy Magiek. Vierde, de 6, Haring Okina. Vijfde, de 9, Estiel de stal. En zesde, de 10, Duskion. Gaat in een kilometertijd van 1.14 rond. Foto's worden gemaakt. En dan kunt u een handen voor Robin Bakker en Indian Horse.